Als ik dat zo hoor wat er zo her en der gezegd is, en dat loopt eerlijk gezegd niet verschrikkelijk uit elkaar, dan zijn dat een aantal dingen. Als je kijkt naar de stand van de economie, dan is dat op zijn best op dit ogenblik fragiel, broos. En niet meer dan dat, het kan nog allerlei kanten op. We zijn daar ook sterk afhankelijk van wat er internationaal gebeurt. Kan zomaar van alles gebeuren. Kan ook zomaar weer een vulkaan die kan eens opspelen. En dat kan dus ook nog weer een tik teruggeven. Dat is waar. Het is weer goed voor het milieu. Zo zie je maar weer hoe de zaken tegen elkaar ingaan. Elk voordeel heeft zijn nadeel, zeker. Dat is één. Dus de stand van de economie, die, wees daar voorzichtig mee. Dat is wat hier gezegd wordt. Dan, als je dan kijkt naar die bezuinigingen. Ik geloof dat iedereen zegt van ja, dat is wel nodig. Maar het is geen doel op zichzelf. En zet dat ook in het perspectief, van een veel groter perspectief. Van hoe kan je het nou zo organiseren dat we er ook echt een stuk beter van worden. Of om in de woorden van Anton te spreken. Investeer en neem dat frame. Investeer in de belastingbetaler van de toekomst. En ik geloof dat velen het daar ook mee eens zijn. En als je dan kijkt, dat betekent in de eerste plaats toename van de arbeidsparticipatie. Probeer die zo hoog mogelijk te maken. Kijk dan ook naar diegene waar daar nog de meeste winst te boeken is. Dat zit hem met name ook in deelname van vrouwen. En als je dat wil doen, heb ik ook nog weer goed gehoord, organiseer dat dan ook. En maak dat dan ook mogelijk. Bijvoorbeeld met een genereuze kinderopvang. Want dat krijg je ook allemaal vanzelf weer terug op die manier. En in de tweede plaats, investeren in die belastingbetaler is door onderwijs, waar met name jij ook nog weer, en terecht denk ik ook van gezegd hebt, van afgezien van het feit dat je dat moet doen, dat kunnen we ook nog een heel stuk beter dan we dat op dit ogenblik hebben gedaan. Dan een ander punt wat denk ik ook, wat jij hebt opgevoerd, Wim. Als je op een gegeven ogenblik met die grote herstructurerende maatregelen begint, zorg er dan ook voor dat ze worden afgemaakt. En ga niet heen en weer met die een die dit doet en dan een tijdje later weer iets anders. Je gaf het voorbeeld van de hypotheek in Engeland. En als contrast daarvan de energiepositie in Nederland, waarin op het ene ogenblik dit en het andere ogenblik dat wordt gezegd. Als je iets doet, doe het dan op zodanige manier dat dat dan ook voor een reeks van jaren afgedekt is. Want dat is de enige manier om er ook voor te zorgen dat zeker ook op dit terrein private partijen ook niet langs Nederland heen gaan lopen. En nog twee opmerkingen daarbij die ik zelf van belang vond. Opmerking van Esther Mirjam. Hoe rijker je bent betekent niet dat ook meteen dat je een stuk gelukkiger wordt. En dat is een aardige manier om het brede welvaartsbegrip nog eens een keer op die manier te omschrijven. En helemaal tenslotte wil je ook nog weer die participatie ook nog verder een extra zet geven. Kijk dan ook of je niet werk wat weliswaar onder het minimumloon betaald wordt. Om daarvan dan niet te zeggen van nou dat doen we niet omdat het onder het minimumloon zit. Maar introduceer dat wel. En Peter vroeg er nog even voor de zekerheid wat mij niet verbaasde. Dat betekent dus niet dat in individuele gevallen dan mensen dan ook onder dat minimumniveau zakken. Ik geloof dat dat wel een aardige samenvatting is van waar we ongeveer van wat er hier zo gezegd werd.